Welkom bij deze podcast over leiderschap in het onderwijs. Ik ga in gesprek met Peter Stam, die vanuit onderwijsadviesbureau Dekkers regelmatig wordt ingezet als interim manager in mbo of hbo. Ik ben vooral benieuwd naar de verschillen tussen dat mbo en hbo en naar de ontwikkelingen in het leiderschapsgebied van het onderwijs. Peter, welkom. Dankjewel. Leuk dat we met elkaar in gesprek gaan over leiderschap. Wederzijds, dankjewel. En ook in deze vorm van een podcast. Dat is voor ons ook wat nieuw om dat te doen, dus we gaan kijken waar we uitkomen. Dat is leuk. Ik introduceerde jou al als interim manager in mbo en hbo. En wat zijn de ontwikkelingen die jij nu hebt gezien in de afgelopen jaren? Je hebt er nu een groot aantal jaren rondgelopen. Wat gebeurt er in dat onderwijs op het gebied van leiderschap? Veel. Zowel in het mbo als in het hbo. Als ik nog even terugga naar mijn eigen tijd. Ik mocht de stappen maken in de periode dat je als docent... Met een beetje verantwoordelijkheidsgevoel en ambitie om leiderschap dingen te... ben je automatisch teamleider en opleidingsmanager. En dat is wel veranderd. Er wordt nu echt kritisch geselecteerd op mensen in een leidinggevende posities in het beroepsonderwijs. En dat is ook goed, want er wordt ook echt veel meer van gevraagd vandaag de dag. Ja. Kan je daar iets meer over zeggen? Want je zegt, van er wordt steeds meer van gevraagd van die leiders. Ja. Heb je concrete voorbeelden? Waar moet ik dan aan denken? Nou, het beroep op... als je het taakgebieden opsplitst in managen, leiderschap en coaching... Dan lag het accent vooral op het managementstuk. Hè, maar tegenwoordig wordt er qua leiderschap... En wat is management voor jou? Nou, de bedrijfsvoeringskant. Dus het zorgen dat de cijfers kloppen, dat de instroom klopt, begrotingjes kloppen. Maar de ontwikkeling zit hem op het... Hè. Er wordt nu ook echt leiderschap gevraagd als het minder goed gaat met teams. Het coachend leiderschap, hè. Nou, je leest het natuurlijk overal. Zeker in het onderwijs. Hè. Er wordt daar een veel groter beroep op leidinggevende gedaan... om op die drie gebieden vaardigheden en kennis te etaleren. Ja. En coachend leiderschap, waar moet ik dan aan denken in jouw ogen? Waar... Nou ja, het vermogen om die eigenlijk iedere individuele docent, of die nou voor 2 dagen in de week of voor 4 dagen in de week of met welke aanstelling dan ook, op die manier in beweging te krijgen dat hij zijn eigen doelen realiseert, meehelpt om de doelen van de organisatie te realiseren, zichzelf in ontwikkeling voelt en de ruimte en vanuit die ontwikkeling ook met plezier voor die instelling werkt of voor die opleiding werkt. Ja. Dat stuk met al. Ja. Dat zijn veel ontwikkelingen, want individu, organisatie, opleiding, professionalisering. Ja. Als je dat zo noemt, en je hebt in het mbo en in het hbo rondgelopen, zie je verschillen tussen die twee onderwijsvormen? Ja, onderwijsvormen natuurlijk wel. Het is allebei beroepsonderwijs, maar dat... Ja, maar is toegespitst op dat leiderschap? Nee, want in de basis niet. Want uiteindelijk, het is hetzelfde type mens... wat bij die organisaties werkt. Kijk, bij het mbo ligt het accent nog wat meer op het praktijkonderwijs. Dus daar zie je nog weer wat meer mensen uit de praktijk, letterlijk uit de praktijk komen. Maar in de basis zijn mensen die docenten, leraren, zijn uit hetzelfde hout gesneden. En zijn vanuit dezelfde motivatiepatroon. Stappen die zijn die in dat vak gestapt. Ja. Dus in die zin vind ik dat redelijk op hetzelfde niveau. Ja. 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 Nou hebben we een aantal studiedagen gepland. Hè. We gaan een speakboekjes dag doen samen met Chip de Jong. Ja, leuk. 30 oktober, 21 november hebben we op het HIT-event gaat over verslaafd aan organiseren. Ons eigen event. Ja. In het voorjaar hebben we nog een paar studiedagen, bijvoorbeeld ook over kennen en stuurgetallen. Ja. En wij willen dat graag doen met gemengde doelgroepen, mbo en hbo mensen door elkaar. Ja. De vraag is natuurlijk, wat kunnen zij van elkaar leren? Heb jij daar beelden bij? Van wat leert het mbo van het hbo en omgekeerd? Ja, een beetje dezelfde vraag, hetzelfde gebied. Wat mensen van het, docenten uit het hbo of leidinggevenden vanuit het hbo, wat die van het mbo kunnen leren is toch nog wel die passie voor dat beroep. Hè. Dus het hbo heeft toch wel de neiging om heel erg richting dat onderzoek en dat abstractere gedeelte te gaan. Ja. En bij sommige disciplines is dat natuurlijk prima, maar
de charme en de passie en de beleving bij het MBO, daar zou het HBO nog, ja, dat kan daar zijn voordeel mee doen. Ja. Hè, dat is. Ja. En heb je het dan over het passie voor het beroep of voor het beroep van docent? Allebei. Okay. Allebei. Ja. Ja, dat is. Nou, passie voor het beroep van docent hoop ik sowieso. Hè, want de PABO. We hebben natuurlijk behoefte aan PABO-studenten en groei van die opleiding. Om dat lerarentekort natuurlijk te kunnen dempen. Kijk, en andersom. Kijk, wat docenten uit het MBO van het HBO kunnen leren is. Nou ja, die kunnen die soms even die stap naar abstractie. Hè, dus dat even wat afstand kunnen nemen. Om van daaruit naar de ontwikkeling van de student te kijken. Daar ligt nog wel ruimte voor het MBO om stappen in te maken. Ja. Dus jou lijkt het wel een goed idee als die mensen ook veel contact hebben met elkaar. Ja, dat zie je natuurlijk ook gebeuren. Hè, met die tegenwoordig die doorstroomminoren of die doorstroomkeuzedelen vanuit de MBO. Vele MBO's en HBO's die geven die gezamenlijk vorm. Ja. Mensen vinden elkaar daar. AD-trajecten. AD-trajecten. Samen doen. Ja. Associate degree, inderdaad, klopt. Ja. Niveau 5 MBO-opleidingen waar die samen met het HBO vormgegeven worden. Ja. Dus het zit al heel dicht bij elkaar. MBO's en HBO's die bij elkaar in een gebouw zitten zelfs. Ik was voor een paar weken geleden bij de MBO Amersfoort. Nou, dan gaat dat ook fysiek samen. Ja. Prachtig om te zien. Ja. Prachtig om te zien. Ja. Ja. En een iets ander thema. Hè? We komen een beetje uit de tijd dat die organisaties steeds platter moesten. Hè? Dus je hebt de bestuurder, alle faculteiten wegbezuinigd of weggeorganiseerd, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. En dan meteen of zelfsturende teams of een teamleider of instituutsleider nog erbij. Ik heb nu het idee dat er wat meer weer coördinatoren ook in onderwijsteams komen. Ja. Teamleiders, hè? Dus misschien wel. Eigenlijk de tegengestelde bewegingen erop gaan. Ja. Hoe kijk jij daarna? Zie jij die beweging en wat vind je ervan? Nou, ik zie die beweging en wat ik ervan vind, wat ik in ieder geval zie, is dat met name die rol van coördinator, en je ziet zowel het MBO en het HBO, het is, ik zal niet zeggen een hondenbaan, maar de ingewikkeldheid daarin is dat die mensen, daar wordt heel veel van gevraagd, heel veel naartoe geschoven. En ze hebben qua bevoegdheden hebben ze nauwelijks ruimte om te kunnen opereren. Dus die moeten heel veel op overtuigingskracht, inzet, verleiden, noem maar op, allerlei strategieën toepassen om hun ding te kunnen doen. En dat is de groep waar ik de meeste mensen echt zie worstelen om hun hoofd boven water te houden. En dus ik vind die coördinatorenrol, ik ben er niet zo van. Ik vind het lastig. Ja. Hoe zou je dat dan anders in willen vullen? Want je zegt, ik ben er niet zo van. Die mensen die worden overbelast. Ja. Bevoegdheden geven. Hè. Die mensen dus, dus vanuit zo'n stafrol eigenlijk gewoon in de lijn zetten. En vanuit die lijn hun werk laten doen. Ja. Dus, toch een stukje formaliseren. Ja. 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 Hoe zie jij dat dan als de andere kant op, hè? Jij zit vaak ook in die rol van onderwijsmanager. Ja. Dan heb je natuurlijk te maken naar de coördinatoren in de teams toe. Maar je hebt ook vaak met een directeur, met een bestuurder te maken gehad, die ook van alles wil. Ja. Hoe pak je die rol dan als onderwijsmanager? Hoe kijk jij daarna? Kijk, wat ik ervaar is dat die onderwijsbestuurders die hebben natuurlijk hun opdracht, hè, dus die hebben hun gebied. En die op zich is die synergie, die loopt gewoon goed over het al. Dat is mijn ervaring in ieder geval. Hè. Dus daar is, die afstand is niet zo groot. Hè. Dat lijkt altijd zo. Kijk, wat je van die bestuurders hoopt, maar wat ik ook steeds meer zie, is dat zij echt vanuit hun hart ook de stap naar de vloer maken, naar de werkvloer. Dat die onderwijsteams het ook echt als hun bestuurders ervaren. Ja. Die drang om dat te doen, die zie ik. Hè. Dus dat is goed. Jo, en verder.
ja, komen. Kijk, zij hebben een werkgebied, wij hebben het. En vanuit onderwijsmanagement en we doen het met elkaar. Ja, ja, ja. En in dat contact met die bestuurder, met die directeur. Ja. Kan je dan als onderwijsmanager je eigen koers bepalen? Ben jij eigenaar van de koers van jouw opleiding, van jouw team? Of moet je dan toch heel sterk onderhandelen en compromissen sluiten? Nee, van beide wat. Kijk, zo'n college wordt natuurlijk ingehuurd en om de koers voor de instelling te bepalen. En daar heb je in jouw rol als onderwijsmanager heb je aan te conformeren. Je wordt gevraagd input te leveren daarop. Ja. Dus je hebt daar je rol in. Maar uiteindelijk word je natuurlijk geacht, en dat is ook goed, om mee te gaan in de lijn die zo'n college neerlegt. Meerjarenstrategie. Daarbinnen heb je natuurlijk ruimte om het vanuit de accenten die jij wil leggen voor jouw team of voor jouw opleiding, om daar kleuring aan te geven. Ja, ja, op die manier. Ja, ja. En dan even samenvattend over dit gesprek. Zeg van, nou, management, het is echt een vak apart. Er wordt ook steeds meer van gevraagd. Ja. Als je naar die coördinatoren kijkt, zorg dat ze veel, of geef ze in ieder geval ook bevoegdheden als je dingen van ze vraagt. Ja. MBO en HBO, veel thema's die hetzelfde zijn en waar ze veel van elkaar kunnen leren. Ja. Ja. En als je nou nog één tip zou mogen geven aan een beginnende leidinggevende in het onderwijs, die van al jouw ervaring mag profiteren met jouw belangrijkste tip, welke zou dat dan zijn? Eén tip, want ik heb er zoveel. Zoek ondersteuning. Oké. Okay. Ja, gaat niet gelijk allemaal zelf willen doen. Zoek ondersteuning, vooral binnen je team, bij senioren mensen die jou kunnen helpen om je eerste stappen te maken. Mooi, mooie tip volgens mij. Ja. Peter, dankjewel. Tot je dienst.